Brabant herdenkt en viert heeft kerstavond kaarsen geplaatst bij de graven van omgekomen soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen op de grote oorlogskerkhoven zoals in Mierlo, Uden, Overloon en Eindhoven, maar ook waar maar 1, 2 of 5 militairen lagen werd een lichtje geplaatst. In Mariehout gebeurde dit bij de graven van soldaat John Crompton en luitenant David Stride. Maar ook op het kerkhof van Boerdonk werd een lichtje ontstoken bij het graf van Henry van den Akker. Leden van het 4 mei-comité Gemerbakel hebben 5 kaarsen geplaatst bij de 5 oorlogsgraven die in de gemeente Gemerbakel liggen.